Minkowski-diagrammen, ook wel ruimte-tijdsdiagrammen genoemd, een korte introductie bij deze zaken. Wat is een Minkowski-diagram? Het is te vergelijken met een plaats-tijdsdiagram. Groot verschil is echter wel dat bij een plaats-tijdsdiagram de tijd horizontaal is en nu staat de tijd verticaal. En ik heb hem hier in jaren gedaan. Horizontaal komt de plaats, dus in dit geval heb ik hem x genoemd, en de eenheid van x doe ik in lichtjaren. Nou, daarna natuurlijk even een roostertje erbij, en dit is dan het diagram, althans, hier moet er dus het een en ander nog in worden gezet. Nou, we zetten er een punt neer, deze, en wat is dit punt nou? Dit punt is dus een voorwerp die zich bevindt op x is 0, op t is 0, de oorsprong. Denk aan een raket die op de lanceerbasis staat. Goed, wat is dit? Nou, dit is dus dezelfde raket, 1 jaar later, nog steeds op dezelfde plek, op x is 0. En nog steeds blijft de raket op dezelfde plek staan. En zo kun je dus iedere keer, een jaar later, en ja hoor, hij staat nog steeds, in principe kun je dus gewoon daar het vervangen door 1 verticale lijn. En deze verticale lijn, dat stelt dus voor een voorwerp die stilstaat op x is 0. Een lijn in Minkowski-diagram wordt een wereldlijn genoemd. En deze wereldlijn is dus van een stilstaand voorwerp in de oorsprong. We kunnen natuurlijk ook zo'n lijn ergens anders tekenen, bijvoorbeeld op die plek. Hè? En dat is dus op een as van 3 lichtjaren. En dit is dus een wereldlijn van een stilstaand object op plek 3 lichtjaren. Dus in het algemeen kun je zeggen van een verticale wereldlijn, ja, evenwijdig aan de tijdsas, dat is een stilstaand voorwerp. We gaan verder. Ja, we gaan weer naar een voorwerp kijken op 0 jaar en 0 lichtjaar. Maar nu gaan we eens kijken van, hé, wat is nou de overeenkomst tussen deze twee? Nou, het is dat hier dus de plaats toeneemt, maar de tijd blijft gelijk. Dus hij is hier op x is 0 en hier is hij op x is 1 op dezelfde tijd. En bijvoorbeeld hier ook. Je kunt dit beschouwen als gebeurtenissen. Ja, dus er gebeurt iets op x is 0, maar tegelijk gebeurt er iets op x is 1 en tegelijk gebeurt er iets op x is 2 en tegelijk gebeurt er iets op x is 3. Dus al deze gebeurtenissen die zijn gelijktijdig. Ook hier kun je dus dat vervangen door een lijn en deze lijn stelt dus gebeurtenissen voor die allemaal gelijktijdig plaatsvinden. Ja, een wereldlijn van gebeurtenissen op 1 enzelfde tijdstip en hier is dat dus op 0 jaar. Ook hier weer, natuurlijk, je kunt ook ergens anders een horizontale lijn doen, hè, en dan krijg je dus een gebeurtenissenlijn, een wereldlijn, en al die gebeurtenissen zijn ook weer gelijktijdig, alleen dan op 3 jaar. Oftewel, in het algemeen, als je een wereldlijn hebt die evenwijdig is aan de ruimteas, dan zal dat een lijn wezen die gebeurtenissen weergeven die allemaal gelijktijdig plaatsvinden. Oké, we gaan een klein stukje verder. Het Minkowski-diagram en we tekenen daar even een wereldlijn in. Deze. Wat stelt deze wereldlijn voor? Nou, stel je voor, hij begint hier weer in de oorsprong en na 1 jaar gaat hij 1 lichtjaar vooruit. En zo komt ieder jaar komt er een lichtjaar bij. Wat is in staat om in 1 jaar 1 lichtjaar vooruit te gaan? Precies, dat is licht zelf. Kortom, deze wereldlijn, dat is de wereldlijn van een lichtstraal, of eventueel van een foton. We kijken nu even naar een wereldlijn van iets anders, namelijk een raket die gelanceerd wordt met een snelheid van 0,4 c. Hoe ziet de wereldlijn eruit? Nou, we gaan hem weer eens laten beginnen in de oorsprong. Ja, en na 1 jaar zal je dus 0,4
lichtjaar vooruit zijn gegaan. Na 2 jaar 0,8 en zo komt er iedere keer 0,4 bij. Hè, en dus na 5 jaar zal hij 2 lichtjaren vooruit zijn. En dan is hij dus daar. Hij startte in de oorsprong, oftewel ik kan hier gewoon een rechte lijn doortekenen. En dit is dan de wereldlijn van de raket. Als de raket sneller zou gaan, dan zou deze wereldlijn meer die kant op buigen. Minder snel gaat hij meer die kant op. Maar hij zal nooit voorbij de wereldlijn van de lichtstraal kunnen gaan. Want dat zou betekenen dat hij sneller dan het licht gaat. En niets kan sneller dan het licht. Goed, we kijken nu naar een astronaut die in de raket zelf zit. Hoe ziet het ruimtetijdsdiagram, het Minkowski-diagram eruit, van een astronaut die in de raket zit? Wel, als je naar de astronaut kijkt, in zijn beleving zal hij gewoon stilzitten. Hij zit in zijn stoel, kijkt om zich heen en hij blijft stilzitten. Denk aan de raket die op de lanceerplatform stond en stil bleef staan. Wat was de wereldlijn van die raket? Dat was de tijdsas. Wat geldt voor de astronaut? De astronaut die zit in de raket en wij zien de raket dat hij zo vooruit gaat. Maar de astronaut denkt dat hij stil blijft staan. Dus wat is er? De tijdslijn, wat de wereldlijn is dus van stilstand object in de oorsprong. En dat is dus hier de astronaut. De astronaut is hier een stilstaand object in de raket. Kortom, wat is de wereldlijn van een raket? De wereldlijn van een raket is tegelijk de tijdsas van het Minkowski-diagram van de astronaut. Althans, zoals wij het zien vanaf de aarde. Dus ik kan bij de wereldlijn in feite gewoon neerzetten van hey, let op jongens, dat is de tijdslijn van de astronaut. Oké, dat is de astronaut, de tijdslijn. We kijken nu naar de ruimteas van het Minkowski-diagram van de astronaut. Daarvoor kijken we even naar de hoek tussen de tijdsas en de wereldlijn van de lichtstraal. Ja, wat is er? Nou kijk, als ik op de tijdsas één eenheid omhoog ga, en hoe groot die eenheid is weet ik niet, maar als ik één eenheid omhoog ga, dan zal, omdat het licht is, en licht is in ieder stelsel gelijk, dan zal je dus ook op de ruimteas één eenheid die kant op moeten gaan, dat je dus op de wereldlijn van de lichtstraal komt. Ja, dus één eenheid omhoog, één eenheid die kant op, dat hij op de lichtstraal komt. En dat houdt in dat de hoek die de ruimteas met de wereldlijn van de lichtstraal maakt, dat die gelijk is aan de vorige hoek, oftewel, dit is de ruimteas van het Minkowski-diagram voor de astronaut. Dus daar kan ik dan ook de grootheid en de eenheid bij zetten. En dit zijn de 2 assen van het Minkowski-diagram van de astronaut. Oké, even de hoekjes weg. We kijken even naar de raket, snelheid 0,4c. Daar hoort een gamma-factor bij. Gamma, ja, hier staat de uitdrukking, je vult voor v 0,4 in. En dan krijg je dus dat de gamma-factor 1,091 is. Dat betekent dus dat als in de raket 1 jaar verstreken is, dat dan op aarde de tijd 1,09 jaar verstreken is. De tijd in een bewegend voorwerp gaat trager dan een stilstaand voorwerp. Die kan ik ook in het Minkowski-diagram neerzetten. Want, kijk, als je dus 1 jaar op de tijdsas van de astronaut gaat, dan zal dus op aarde het niet 1 jaar zijn, maar 1,09 jaar. Dus 1 jaar op of in de raket is 1,09 jaar op aarde. En nu kan ik dus een lijn tekenen in het Minkowski-diagram van de astronaut, wat overeenkomt met 1 jaar, want dat zal een lijn wezen evenwijdig met de ruimteas. Ja, lijnen evenwijdig met de ruimteas,
Ja, die stellen voor gebeurtenissen die allemaal op hetzelfde tijdstip doen. Dus deze lijn, ja, stelt dus alles voor met één jaar in het Minkowski-diagram van de astronaut. En zo kan ik dus ook verder weer meerdere roze lijnen zetten. En dit zijn dus de roze lijnen van het Minkowski-diagram. Dit is met 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, zoals je verstrijkt in de raket. Ja, en je ziet dus inderdaad dat je iedere keer, ja, vergeleken met de aarde, een groter verschil krijgt. Kan ik ook de andere roze lijn tekenen, want een roze lijn, twee roze lijnen, die zullen elkaar snijden op de wereldlijn van de lichtstraal. Dus, ja, hoe gaat de roze lijn in het Minkowski-diagram van de astronaut? Die zal zo gaan dat hij dus door dit punt gaat. Oftewel, die loopt op deze manier. En zo kan ik dus ook hier weer de roze lijnen neerzetten. Ja, oftewel, eventjes een beetje wegvegen. Dit is het Minkowski-diagram van de astronaut. En je ziet meteen dus inderdaad dat de ruimtetijd een beetje vervormd is voor een bewegend voorwerp. Goed, we kijken weer naar het Minkowski-diagram zoals het hier op de aarde is. En we plaatsen daar een gebeurtenis in. Ja, er gebeurt iets. En wanneer gebeurt iets? Dat gebeurt na 3 jaar. Na 3 jaar gebeurt er iets. En dat noemen we gebeurtenis A. Een jaar later gebeurt er weer wat. En dat noemen we gebeurtenis B. Dus dat gebeurt na A. Gebeurt er iets. Weliswaar wel op een andere plek. Maar er gebeurt wel iets. En tenslotte, precies tegelijk met gebeurtenis B, gebeurt er nog iets op een andere plek. En dat noemen we gebeurtenis C. Ja, dus het is duidelijk. Eerst A en daarna B en C gelijktijdig. Oké, hoe ziet de astronaut deze drie gebeurtenissen? Nou, dan kijken we even naar het Minkowski-diagram van de astronaut. En we kijken even van op de tijdsas van wanneer gebeurt wat het eerst. En dan zie je dus dat als je met die roze lijn bekijkt, dat dan niet A het eerst gebeurt, maar C vindt het eerst plaats. En als je dan die tijdsas zo mooi opschuift, dan zal dus daarna eerst A doen en pas op het eind B. Oftewel, de gebeurtenisvolgorde volgens astronaut is niet A en dan B en C gelijktijdig. Nee, eerst C, dan A en dan B. Oftewel, iets wat volgens ons hier op aarde gelijktijdig gebeurt, B en C, dat zal volgens de astronaut niet gelijktijdig gebeuren. Gelijktijdigheid is ook weer relatief. Het is afhankelijk van de waarnemer. En dat is weer één van de leuke dingen van de relativiteitstheorie. En tot zover de uitleg van de Minkowski-diagrammen.